Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat voor het Korps Politie Suriname in Marowijne er veel werk aan de winkel is. Gisteren bij de oplevering van het politiestation en de brandweerkazerne in Mungo zei Brunswijk dat er moet worden gewerkt aan de aanpak van criminaliteit op de weg naar Langatabiki. Wat nu gebeurt, weg naar Langatabiki, moeten we aanpakken. De Graman heeft zelf een beroep op mij gedaan dat PP, we kunnen niet meer. We kunnen niet meer over de weg. We gaan nu via Frans Guyana naar Albina en van Albina naar Paramaribo. En dat is een schande toch? Ons eigen grondgebied kunnen we niet controleren. Maar telkens komen weer geen middelen. Dus ik pleit ervoor, minister van Justitie en Politie. Je hebt middelen nodig, je moet stakken. En met de man, je moet ook worden naar middelen met de konslag. Meneer Mauro, dan wat doe ik daar? Ik kan niet werken. Want jij kan die slechte naam krijgen, dat minister niet heeft. Want toen minister toch je president was, politie-minister was, alles aan bij dit ook. En dan ook bij draai. Als je zegt even naar de man voor, zal je de man daar in plakken, want je regelt tegen je direct. Brunswijk zegt dat de politie van Mungo over een pro-wagen beschikt die niet in goede staat is. De mobiele eenheid van de politie moet weer mobiel zijn om in te kunnen grijpen bij calamiteiten. Er is geen voertuig. Laten we investeren. De Maurak, laten we geld vrijmaken om auto's te kopen. Hoe belt Fernandez, hoe belt dat zoveel auto leveren voor de politie? President, u moet zelf dat naar u toe trekken. En met de wagen bij, met u nog eens afgewerkt worden dat u naar middelen. Politie Santa Boma met lezing, ik kan misschien geen voertuig, al 3 weken. Politie Santa Boma, zo'n belangrijk resort. Brunswijk zegt dat het belangrijk is om het politiepersoneel adequaat uit te rusten, zodat er effectief gewerkt kan worden. Criminelen moeten aangepakt worden en moeten niet de kans krijgen om hun activiteiten te ontplooien, zegt de vicepresident.